Dit is Martijn, 18 jaar oud en hij is autistisch. Hij wennet al jaren op Zwartborkerij Mooi Zeldzaam en had het er lekker druk. Nou, voornamelijk hier bij de kalveren wat bezig in de winter. En over een paar maanden weer wat meer in de schapen, die komen hier dan in stal te staan. En voor de rest in de zomer veel bosmaaien en even, nou, wat melken en van alles zo. Martijn zit hier omdat een instelling net geschikt is. Hij is makkelijk te beïnvloeden en kan zonder nauw tafelsjoch op het verkeerde paard rijden. Orden binnen derm wie is mij Mooi Zeldzaam. Zei ik Bianca van Swinderen. Haar zoon Milan wennet op de Zwartborkerij en dat voldocht goed. Als Milan hier niet geweest was en wij hem thuis hadden gehouden, was of ons gezin waarschijnlijk uit elkaar gevallen, of ik had Milan naar een instelling moeten brengen, omdat het thuis niet meer ging. Ja, en dan kun je je afvragen van is dat voor iemand die in de puberteit zit met deze problematiek, is dat gunstig? Toch is het grote probleem van de Zwartborkerijen, want de mat wil bezuinigen worden. Het SDF, het Sociaal Domein Friesland, een gewerkingsorganisatie van de Friese gemeenten, had de tarieven aanpast voor verblijf op Zwartborkerijen. Enkele gaan we om van €275 naar €125 per dij per baan. Lietskalige zwarg is dan onbetelbaar en dreigt dan ook te verdwijnen. Bij Mooi Zeldzaam wat ze flink inleveren, daar spiet van eigenaar Atje de Vries. Ik denk dat juist de kracht van kleinschalige zorg is dat je vooral lekker in een relatie investeren en vooral een heel groot deel informele zorg leveren. En daar kan je net een instelling onttippen, zei ze altijd. En ja, dat valt dan voort. Dat is denk ik heel erg zonde. En ja, ik heb een boom maar die ben je nou bouwt. En vaak heb ik maar de ouders. Ja, ik denk dan al net de volgende naai van hoe dat het al hier zo matten en zo komen. Vind ik heel, heel verdrietig eigenlijk. Het SDF had de zwartaken van de gemeente overgenomen en deelt de financiering overzien. Eerst baden dat per baan, maar nu is dat per locatie. Dat betekent dat Mooi Zeldzaam in een leeg tarief zit, hoeft er ook baanwijnje die een soort zwart nedergaat en dus duurder binnen. Dat rint scheef en had grote gevolgen. Wij gaan in ieder geval zwijgen dat het net meer naar je instroomt. Dat is in ieder geval al zeker. Dat we net naar je bij een taal litten onder de achtje via de WMO. En daarnaast is je werk naar daarin de indicaties van ja, hoe staan we ervoor? Kunnen we deze bij je nog wel horen? Een stop of bij een wegerie. Voor Orden als Bianca zou dat een ramp wezen. Als je kijkt op de langere termijn, denk ik, zou dat voor mij dramatisch zijn. Als ik dan naar mijn eigen kind kijk. Dat zou betekenen dat Atsie en Thomas hem niet meer in huis zouden kunnen hebben. En dat hij dus waarschijnlijk alsnog naar een instelling zou moeten. Met alle gevolgen van dien. Dat de band met thuis minder is. Dat hij uit zijn vertrouwde omgeving getrokken wordt. En dan ben ik ook heel bang dat hij dus de verkeerde kant op gaat. Atsie begreep dat het bezuinigen worden moet. Maar een FSH baat dat nou op de verkeerde wijze. Ik denk eigenlijk dat de zorg die we nu leveren echt voorkomt dat bijen in dure instellingen komen. En als we dan een yield hebben, instellingen, bent duurder dan wat wij kosten. Lidskalige zorg is wichtig voor de ontwikkeling van gewoon bijen. Die krijgen ze voor eerst nog op Mooi Zeldzaam. En dat het om Martijn leidt, nog voor hier lang. Ik vind het hier zo mooi als zat. Ik wil hier wel blijven. Ja.